Goedemiddag Limburg en welkom op Tweede Paasdag bij ons in de Hoeskamer, de huiskamer van Limburg. Ook vandaag zijn we weer live, ook vandaag zijn we weer anders en we hebben een hele bijzondere uitzending. Want er wordt iets gigantisch gebouwd, een heus reuzenrad bij ons in de keuken. Die keuken hebben we voor vandaag even aangepast. We hebben muziek van Koen van Dam. En wat hebben we nog meer, Carla? Nou, we hebben in ieder geval hier drie gasten op de bank zitten. En dat zijn Nancy Huygen, Roby Thijssen en Tjeu Schepers. Nancy, vertel jij eens wat je gaat doen op 25 juni van dit jaar. Dan hebben we het kinderoorles bij ons neer. Het kinderoorles, ja. Ik denk wel dat het heel erg leuk gaat worden. Ja. Alles gaat rijden en wij gaan zelf ook meedoen. Je gaat zelf ook meedoen? Ja, met groep 7 en 8 gaan wij ook meedoen. Van de basisschool? Ja. Ja. Roby, jij ook? Ja. Jij gaat ook meeschieten? Ja. Heb je vaker geschoten? Eén keer. Eén keer. En ging dat goed? Best wel. Ja? Ja. Wat is best wel? We moesten toen 3 keer schieten en toen had ik 2 van de 3 bolletjes eraf. Dus. Oké. Okay. Ja, maar het scheelt wel of het waait of niet, hè? Als het hard waait, dan is het weer een stukje moeilijker. Ja. Tjeu Schepers, ja. Van de organisatie. Vorig jaar was het in België, hè? En op Hoeteren. Ja. Toen waren er 7000 bezoekers. Hoeveel verwacht u er dit jaar in neer? Ja, ik denk dat de pessimisten zeggen 5000 en de optimisten 10.000. In ieder geval zijn er dit jaar een record aantal deelnemende scholen. Dus 24 scholen. Dat is voor de 5e keer dat het kinderoorles wordt gehouden. Dus 5 jaar geleden de eerste keer in Wessem. En langzamerhand is dat helemaal uitgegroeid tot een compleet kinderoles. Met alles erom en eraan. Maar alles erom en eraan. Maar Tjeu, wat is dan eigenlijk het verschil tussen het grote oorles en het kinderoorles? Het grote verschil eigenlijk is dat de kinderen van het kinderoorles die maken hun eigen kleding, eigen instrumenten. En bij de grote mensen werd het allemaal gekocht. En de bedoeling is eigenlijk dat de kinderen in dit jaar op school allemaal samen creatief bezig zijn om een leuk schutterstenu te maken, instrumenten te maken van bijvoorbeeld blikken, daar maken ze trommels van en namaakgeweren, van alles werd er gemaakt. De scholen zijn al volop bezig met van alles te maken. Ja, dat is voor in de optocht, hè? Jullie zijn ook al bezig op school? We gaan deze week of volgende week beginnen we met de schutters gaan oefenen en mooie ratten gaan oefenen en allemaal, ja. Okay. Alle kinderen gaan oefenen. En dat doe je op school of doe je dat ergens anders? Ja, ik denk gewoon op school, in de school. Okay. En het schieten ook? Het schieten zal je toch wel niet op school oefenen? Want ik kan me niet voorstellen dat je als kinder ook met zo'n grote professionele buks onderaan aan de scheetboom gaat staan. Wie zijn die geweren eruit, Roby? Zijn dat andere, kleinere geweren? Ja, volgens mij zijn dat kleinere. Minder zwaar, want die zijn ook heel erg zwaar. Hè. Dat is bijna niet te doen. Ja. Maar want je hebt al geschoten, zei je. Dat was goed te doen. Of vond je hem eigenlijk ook wel heel erg zwaar? Nee, die was goed. Dat was goed te doen. Ja. Hé, maar dames, je zit toch ook in een koor, of niet? Ja. En wie heet dat koor? Nikizi. En hoeveel zit er door in dat koor? Ongeveer 10. Hoe neer? Hey, want er is een heuse kinderoorles videoclip, hè, Tjeu? Ja, dat klopt. Ja. Dat is, dit keer opnieuw opgenomen met de kinderkoor van Nikizi van Neer. En dat is de kinderoorleslied, wat ook door alle scholen werd de MP3, de muziek gestuurd. En de bedoeling is dat alle kinderen van alle scholen, meer dan 1000 kinderen op de dag, en het kinderoorles massaal zingen. En het Limburgs volkslied, dat is ook toch wel iets unieks. Dit jaar 100 jaar bestaan van het Limburgs volkslied, hè. Ja. En de scholen kregen allemaal de tekst en de muziek toegestuurd. En de bedoeling is dat ze bij de opening, net zoals het grote oorles, bij de vlaggenparade, allemaal massaal dat mooie Limburgse volkslied zingen. Spannend. Maar, zullen we de aardigheid dus even naar de videoclip van Ochon kijken? Ja. Ja, de speciale kinderoorles videoclip van 2009, gemaakt door Peter Joosten. De grote man achter de kinderkroom, altijd bij ons op L1 te zien. Laten we eens even gaan kijken naar het clipje van Nikizi. Op
open straat, 1, 2, 3, 4 in de maat. Als schutte van de schutterie, wij stappen door, gewoon neder op CEO's Koningspaard, ding daar de Fries. Neem de springdoos van de Wies, het ummeke, de geidenum is groter als de grotenum. Ja, dames, supergoed gezongen. Toch? Ja. Zit je er tevreden mee? Ja. Ja, dat mag ook krassig. Een gedeelte van deze clip is opgenomen bij het OLS Liedjesfestival. Is er een heuse wedstrijd voor je dan? Bij het kinder-OLS? Nee, wel bij het grote OLS. Dus daar is een neer pas een week of twee, drie geleden een grote liedjesfestival geweest. En dan mochten de kinderen ook zingen? Daar hebben ze ook gezongen, hè? Op het grote festival. En dat is een origineel liedje uitgekomen, wat dan ook overal in de omgeving gepromoot werd. En dat ook op de grote dag natuurlijk, Vink en de bakkums. Nou, en jullie zijn aan het oefenen voor het Limburgs volkslied? Nou. Nee. De laatste week of zo. Zingen, toch? Ja, maar ze krijgen nog allemaal de goede tekst en de goede melodie, want dat is natuurlijk een hele klus om 1000 kinderen op dezelfde manier het volkslied te laten zingen. Ja. Dus dat komt nog allemaal. Alle scholen krijgen dat toegestuurd. We hebben dat de scholen beloofd. Er is een maand geleden neer bij ons op school een grote informatiebijeenkomst geweest. Dus voor schutterijen van die meedoen met de kinderoles en de scholen. Want de bedoeling is eigenlijk dat de scholen en de schutterijen een soort koppel vormen. Dus de schutterijen die moeten samen met de scholen dat kinderoles gaan doen. Want dat is ook de opzet dat de cultuur overgebracht wordt naar de jeugd. Ja. Dus niet alleen dat ze een dag hebben met wat leuke bezigheden, maar de voorbereiding. Ze er ook wat van opsteken voor wat betreft natuurlijk, de Limburgse cultuur. Ja. Dus cultureel erfgoed. Hè? Heel erg veel succes. Ja. Zorg dat je het goed, het Limburgs volkslied in ieder geval goed uit je hoofd kunt zingen. Schiet goed raak. Heel veel succes. 25 juni hè, in Neer. Ja. En zorg dat je wat wint hè, in het eigen dorp, in Neer. Ja. Ja. En allemaal, wat zeggen ze, Geer naar Neer. Hè? Dat is de grote slogan. Ja. Okay. Geer naar Neer. En wij gaan nu naar een muziekclip van Mo Jones, Always the Same.